De kinderen uit het dorp Amatopo gaan voor het eerst naar school. Volgens minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het mooiste moment van dit schooljaar. In haar toespraak in het kader van de start van het nieuw schooljaar wees Levens erop dat ondanks enkele van de kinderen bijna 14 jaar zijn, zij nog nooit onderwijs hebben genoten. Daarom moeten jullie op school blijven. Ook al gaat het soms niet zo goed. Blijf op school. Jouw schoolkameraad in Amatopo is al 14 jaar en gaat nu pas voor het eerst naar school. Naar de eerste klas van de lagere school. Ja, dat mag van mij. Hij is 14 en is heel knap. Hij vist, helpt jagen en helpt planten. Hij mag in onze school. Zij mogen in onze school. Alle jongens en meisjes van Amatopo. En zij zullen heel snel leren, want zij weten al heel veel. Nog mooier vind ik dat de kinderen die door hun ouders ver van huis naar Kwalamasamutu waren gestuurd om naar school te gaan, die zijn nu weer thuis bij hun ouders. De school is er voor iedereen die wilt leren. De bewindsvrouw moedigt alle kinderen aan die vandaag met het nieuw schooljaar zijn begonnen om het hele jaar door hard hun best te doen. Thuisblijven mag nooit een optie zijn. Er moeten altijd mogelijkheden zijn om een school te bezoeken. Vanuit het ministerie zal er blijvend worden gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs. In oktober begint er een project voor de verbetering van het secundair onderwijs in Suriname. En heel in het bijzonder het beroepsonderwijs. Het is een heel duur project. Maar jullie hebben recht op topkwaliteit onderwijs. Samen met jullie, studenten en leerkrachten, wordt ook voor het secundair onderwijs nieuw curriculum ontwikkeld en worden nieuwe boeken ontworpen, samen met de leerkrachten. En wie we zeker niet zijn vergeten, dat zijn onze kinderen met special needs, speciaal onderwijs. Speciaal onderwijs krijgt extra aandacht, evenals onderwijs voor de kleintjes van 3 tot 8 jaar. Er is hiervoor heel veel geld vrijgemaakt. Lieve mensen, werk met mij en mijn staf samen om al dit mooie werk stap voor stap, langzaam en degelijk voort te zetten. De bewindsvrouw haalde ook aan dat de scholen vanwege de hitte in oktober al om 12 uur zullen sluiten. Voor de schoolgaanden geeft Levens het advies om hun huiswerk te maken wanneer de zon onder is, zodat ze niet achterraken op school.